Goedemiddag, gemeente. De kerkraad van week 4 heet u allen hier en u en jullie thuis van harte welkom in deze eredienst. Onze voorganger is dominee van het Hof, die vanmorgen als wijkpredikant aan onze gemeente is verbonden. In het bijzonder heten wij welkom alle genodigden die onder normale omstandigheden wel in deze dienst aanwezig konden zijn. We noemen de moeder van dominee van het Hof, de verdere familie en vrienden van het gezin van dominee van het Hof, afvaardigingen van andere kerkgenootschappen uit Oude Tongen, Huizen en Rijssen, de plaatselijke overheid, afvaardigingen uit onze colleges en wijken en uiteraard de gemeenteleden van wijk 4. Ondanks de afstand weten we met elkaar ons in Christus verbonden. Voor deze dienst is een liturgie beschikbaar en deze kun je op de website van hervormdrijssen.nl vinden, onder het kopje kerkdiensten en in de omschrijving onder de livestream op YouTube. In deze dienst zijn er 3 collecten. De eerste collecte is de Pinkstercollecte van de GZB. De tweede collecte is voor de eredienst en het pastoraat. En de derde collecte is voor het onderhoud van de gebouwen. De bijdrage in de zendingsbussen is bestemd voor het werk van de familie Lindhout in Nicaragua. Als thuisgemeente kun je je collectegeld en het geld voor de zendingsbussen geven via de Gift-app of via de andere aangegeven mogelijkheden. Alle collecten worden u van harte aanbevolen. Straks zal een kinderkoortje 2 liederen zingen. Dan volgen 2 toespraken met woorden van welkom. Als eerste krijgt dominee Elsman het woord namens het ministerie en de werkgemeenschap. En daarna ouderling Erwin Tijhoff als voorzitter van de wijkkerkenraad. Aansluitend zingen we als zegenlied dominee en mevrouw van het Hof toe uit Weerklanklied 260. Hier in de kerk doen we dat staande. En het toezingen gebeurt door het aanwezige deel van de kerkenraad. Daarna zal dominee van het Hof een woord van dank uitspreken. En daarna volgen we zonder verdere aankondiging de liturgie en is er gelegenheid voor een persoonlijk stilgebed ter voorbereiding op de dienst. De psalmen en de liederen zullen door enkele gemeenteleden worden gezongen. En na afloop van de dienst is er hier vooraan gelegenheid om dominee en mevrouw van het Hof te bemoedigen en te feliciteren. Enkele kerkraadsleden zullen u hierbij aanwijzingen geven om op gepaste afstand te houden. De looproute is vanaf deze kant straks en zodat u straks via de kerk die uitgang de kerk weer kan verlaten. Namens de kerkraad wens ik u hier aanwezig de gemeente thuis een gezegende dienst toe.
dominee en mevrouw van het Hof, Piet en Joke. Ik zat ook even te kijken naar Jade en Ryan. Zijn ze ook hier in de kerk? Achter, kijk eens. Dag, Jade. En Ryan ook, of zit Ryan thuis? Via het scherm. Nou, dan zeg ik ook dag, Ryan. Ja, het is wat, dat verhuizen. Als je vader dominee is, hè, weer een heel ander huis, een hele andere omgeving. Heel andere mensen, een andere school. En hoe lang wonen jullie nu hier? Ik dacht 3,5 week. Zo, nou je zult het wel vaak, wat zeg je? Ruim 2, kijk. Nou je zult het de eerste tijd, nou wel de eerste jaren vaak horen. Kun je een beetje wennen hier in Rijssen? Ja, dan zeg je altijd ja, want dat valt erg mee hier. De mensen maken het je wat dat betreft niet moeilijk. En we hopen ook dat jullie heel snel gewend zullen zijn met elkaar. Dat je thuis zult voelen en samen ook met de kinderen. Want ja, dat weten we ook als ouders, als de kinderen het goed maken, ja, dan maak je het zelf ook vaak goed. Ik mag jullie dan kort toespreken namens het ministerie van predikanten. Piet, je hebt de vergadering al mee mogen maken van afgelopen donderdag. Ja, met jou er nu bij en straks met collega Maas hopen we weer voltallig te zijn als ministerie. Wat een voorrecht. En wat is ook de vacaturetijd voorspoedig gegaan. En we ervaren het ook als een groot voorrecht om aan elkaar gegeven te zijn. Om met elkaar, ook als dienaren van het woord, de gemeente te mogen dienen. En dat elk met onze eigen wijk, ook met onze eigen achtergrond, onze specifieke, nou ja, eigenschappen die we zo hebben, maar we staan allemaal in die ene kerk en we weten ons allemaal ook voor diezelfde taak gesteld, namelijk om de gemeente van de Heere te dienen en ook er te zijn voor elkaar. Een hartelijke verbondenheid die we mogen ervaren vanuit een gedeeld verlangen om de Heere te dienen. Ik denk dat dat ook het woord is dat we zoeken met elkaar, om dienend in de gemeente te staan, gericht op het Koninkrijk van God. En dan mogen we meehelpen bouwen op dat vaste fundament, Jezus Christus, vanuit een gemeenschappelijke liefde voor Hem en voor Zijn gemeente. Nou, dan mogen jullie je vandaag invoegen. Inmiddels ben je dan ook al bevestigd en één van ons, geroepen door die ene Here als dienaar van het goddelijke woord en gedreven door de Heilige Geest. Dat is ook ons gebed. Ja, er mag ook een goede band zijn tussen de vrouwen, onze vrouwen. Dat is ook bijzonder. Die komen ook geregeld samen in de leeskringen. Ik heb begrepen, Joke, dat je ook al een van die leeskringen hebt meegemaakt. Ja, we zien er van harte naar uit dat jullie het goed mogen hebben hier in Rijssen. Met elkaar als gezin, ook in de gemeente. En dat jullie het ook als een voorrecht beschouwen om hier ook deze gemeente, dit deel van de wijngaard van de Heere, te mogen dienen. Dan mag ik jullie, en het bijzonder ook jou, Piet, vanmiddag ook van harte welkom heten namens de werkgemeenschap. Nou, de werkgemeenschap voor de coronatijd kwamen we als collega's zo'n 2 keer per jaar bij elkaar. Dat is nu inmiddels in de coronatijd met name online geworden, dus die frequentie is wat verhoogd. Nou, dat lukt niet altijd om daarbij aanwezig te zijn, maar we proberen wel ons best te doen om ook het geheel van de kerk te mogen dienen en daar ook in mee te mogen denken. Rest mij jullie van harte welkom te heten. Jullie begin en jullie vervolg, zij in de naam des Heren, Hij zegene jullie en bevestigt het werk van jullie handen. En ik wil graag eindigen met een woord van Nehemia 2, vers 20. De God van de hemel, Hij zal ons doen slagen. En wij, zijn dienaren, zullen opstaan en gaan bouwen. Dank je wel. Beste aanwezigen hier in de kerk en iedereen die thuis met ons verbonden is. En in bijzonder jullie vier. Jade, Ryan die thuis meekijkt, mevrouw en dominee van het Hof.
Vandaag is het Pinksteren, een feestdag om te vieren dat de Heilige Geest werd uitgestort. God is bij ons komen wonen, ja zelfs tot in ons hart. Treffend dat uw bevestigingen intreden samenvalt met dit feest. Want door deze Heilige Geest werden we wonderlijk door elkaar geleid. Daar zijn we onze trouwe God diep dankbaar voor. En mag het vandaag dubbel feest zijn. De hervormde gemeente Rijssen en in het bijzonder de gemeenteleden en kerkenraad van wijk 4 heten jullie van harte welkom. Vanaf vandaag bent u officieel onze nieuwe wijkpredikant en maken jullie als gezin deel uit van de gemeente. Het is zo'n 2 jaar geleden dat we als kerkenraad de eerste stap hebben gezet in het beroepingswerk. Die avond lazen we psalm 121. U weet wel, mijn hulp is van de Heere. En we zongen het lied, Heer, wijs mij uw weg. Die kerkenraadsvergadering die vond, vanwege praktische redenen, bij uitzondering in de kerkzaal van de Ark plaats. Hoe symbolisch, spraken we toen al uit. Vanaf die plek, recht onder de kansel, waar van week tot week Gods woord wordt uitgesproken, vanaf die plek gingen wij op zoek, onder leiding van Gods geest, naar een nieuwe predikant. Dat deden we als kerkenraad, gedragen door het gebed en de betrokkenheid van de gemeente. En daarvoor wil ik alle gemeenteleden oprecht bedanken. Als kerkenraad spraken we vaak met eerbied over het aangaan van een heilig avontuur. Want na een dankbare periode van 21 jaar dezelfde predikant, was er binnen de kerkenraad nauwelijks ervaring met beroepingswerk. We hadden aanvankelijk een prachtige planning opgezet om direct na de afscheidsdienst een beroep uit te brengen. Na maart 2020 werd alles anders. We konden als gemeente en kerkenraad elkaar nauwelijks of niet ontmoeten. Predikanten horen, dat ging niet. Want veel kerkdiensten waren überhaupt niet digitaal te volgen. Het beroepingswerk lag enkele maanden stil. 24 mei vorig jaar namen wij van dominee van het Goor afscheid. En fijn dat u hier bent. Hier in deze schilkerk, in een bijna lege schilkerk. Dat voelde toen onwerkelijk. En nu, een jaar later, u ziet het, met gelukkig iets meer mensen, maar nog steeds helaas een lege kerk. En toch mogen we terugkijken op een gezegend verloop van het beroepingswerk. Waar op het ene moment wegen en overleggen abrupt werden afgesneden, gingen anderen wonderlijk en op het juiste moment open. En dat alles mocht leiden tot het aannemen van uw beroep naar deze grote gemeente. En u snapt mijn verwijzing naar Psalm 40 wel. In de profielschets stond ons verlangen te lezen naar een predikant die jong en oud kan boeien. Die eigentijds preekt en spreekt. Een ingewikkelde Bijbelgedeelte helder en concreet kan maken naar kinderen en jeugd tot opbouw van de gehele gemeente. Een predikant die zonder de inhoud iets tekort te doen, vrij is in de vorm en de manier waarop Gods woord van week tot de gemeente en daarbuiten wordt gesproken. Uw prediking vinden wij daarop aansluiten. En ons beroep werd daarom unaniem uitgebracht. U weet vanuit ontmoetingen met de kerkenraad en gemeenteleden welke zorgen er op geestelijk vlak leven. Hoe wij zien dat de wereld steeds meer grip krijgt op onze jongeren en dat geloven soms steeds meer consumeren wordt. Een bijbelgetrouwe prediking is daar een belangrijk antwoord op. We weten dat u zich gezonden weet door uw zender, dat u zijn woorden tot onze zaligheid mag uitspreken. Niet uw woorden, maar Gods woorden. Net zoals Paulus dat schrijft in Galaten 1, vers 11 en 12. Maar ik maak u bekend, broeders, dat het evangelie dat door mij verkondigd is, niet naar de mens is. Want ik heb dat ook niet van een mens ontvangen of geleerd, maar door de openbaring van Jezus Christus. Samen met u wil de kerkenraad van wijk 4 werken aan de verdere opbouw van de gemeente. Met uw geestelijke leiding, met biddende handen. Juist dat voortdurende gebed, ook vanuit de gemeente, voor haar herder en leraar, is van groot belang. Ga er alsjeblieft mee door, gemeente. Vandaag gaat veel aandacht uit naar uw man en jullie vader. We hebben inmiddels al gemerkt, Joke, dat jij voor je man enorme steun en toeverlaat bent. Dat na en naast je taak als moeder in jullie gezin. Jullie doen veel samen en vullen elkaar aan. Want waar de dominee voor de camera verschijnt, is het Joke die filmt. Zo hebben we ontdekt.
Wat dat betreft krijgen wij een soort van dubbele bezetting in de pastorie. Ik vertrouw erop dat jij, Joke, je eigen plek in Rijssen en in de gemeente weet te vinden. Om zelf te groeien in geloof en onderdeel te zijn van de gemeente. En Jade en Raya zullen vast ook zeker nieuwe vrienden en vriendinnen gaan maken. Bij jullie in de buurt, op school en in de kerk. Ik verwacht dat jullie je snel op je plek gaan voelen. En blijf ook de contacten met jullie huizen en vrienden en vriendinnen goed houden. De pastorie heeft daar in ieder geval genoeg logeerkamers voor. De eerste logeers kunnen daar volgens mij al over meespreken. Dominee, bij de kennismaking met de kerkenraad afgelopen januari kwam het onderwerp vrije tijd ook aan de orde. Het bleek een goede vraag te zijn, maar waarop u wat beschamend antwoordde. Tja, zei u, daar moet ik eigenlijk wel meer aan gaan doen. En u sprak onmiddellijk een voornemen uit om weer te gaan vissen. De kerkenraad vindt vrije tijd en ontspanning voor u en uw gezin belangrijk. Daarnaast woont u in een waterrijk deel van Rijssen, al is het voor een geboren Zeeuw behelpen met sloten en vijvers. Gelukkig staan daar weer hele mooie Twentse landschappen tegenover. Als een symbolisch welkomstcadeau ontvangt u een visuitrusting. Ik zal hem zo pakken. In de eerste instantie bedoeld voor uw eigen ontspanning. Daarnaast kan het in pastoraal en missioneel opzicht goed van pas komen. Al vissend, langs de maatgraven of in de venenslagen, is contact leggen heel makkelijk. Zowel met gemeenteleden als mensen van buiten de kerk. We weten dat uw hart uitgaat naar hen die Jezus niet of niet meer zo goed kennen. Wie weet wat die ene visengel teweeg gaat brengen. Overhandigen doen we na de dienst, maar ik zal hem laten zien. Vandaag nemen we ook afscheid van onze consulent, dominee Elsman. Het afgelopen jaar trokken we samen op. U hielp ons met raad en daad. En dat naast het werk in de eigen wijk. Nooit deden we tevergeefs een beroep op u. Ook wil ik dominee Schreuders noemen. Hij was het afgelopen jaar verzorgde de pastorale bijstand in wijk 4. Beide heel hartelijk dank daarvoor. En God zegen samen met uw vrouw. Ik richt me ook tot de hervormde gemeente van Huizen. Met name tot de wijkgemeente Oude Kerk. Een afvaardiging is hier aanwezig en fijn dat jullie in ons midden zijn. We mogen uitspreken dat dominee van het Hof niet onze en ook niet jullie dominee is. Geen van beide bezitten we een predikant. Hij is een dienaar van het goddelijk woord. Hij weet zich door hem geroepen en gezonden de afgelopen bijna 7 jaar in Huizen en vanaf vandaag hier in Rijssen. We bidden jullie van harte Gods hulp en zegen toe bij het roepingswerk. Tot slot, dominee, Joke en kinderen. Ik kom even terug op dat symbolische welkomstcadeau. En daarbij geef ik jullie graag als een belofte die bekende woorden mee uit Matthäus 1, waar de discipelen worden geroepen. Jezus zei, kom achter mij en ik zal u vissers van mensen maken. En zij lieten meteen hun net erachter. Onze God, die u zo duidelijk riep, die zegt om achter hem te gaan, ook als het wel eens niet makkelijk zal zijn. Juist dan mogen jullie voor de volle 100% op hem vertrouwen. Hij weet wat goed is. Ik sluit af om jullie namens de gemeente en de kerkenraad Gods onmisbare zegen toe te wensen. Zowel voor jullie als gezin, als bij het opnemen van een nieuwe taak hier te Rijssen. We bidden dat uw werk gezegend mag worden tot opbouw van de gemeente en bovenal tot eer van onze drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Dank u wel. Thank you.
Zijn woord moet door de wereld gaan, Pinksterfeest. Het woord mag tot ons komen, ook hier in Rijssen. En dit Pinksterfeest zijn we verbonden aan elkaar als gemeente en als dienaar van het woord. We zijn welkom gezongen door de kinderen, heel mooi, met een krachtig welkom. En toen kwamen de toespraken en dan mocht ook dat welkom tot ons komen. Hartelijk dank en ook voor de woorden die klonken van de broeders uit de kring van de kerkenraad. We zien uit naar de samenwerking om als broeders samen in Gods wijngaard te dienen. Schouder aan schouder in die wijngaard te staan. En we hebben vertrouwen gezien de contacten die er waren op weg naar onze overkomst in de Rijssen. Dat ook die samenwerking op een goede manier mag gaan verlopen. Dank ook voor de woorden gesproken door collega dominee Elsman. Dank voor zijn werk als consulent en de contacten die er waren op weg naar het beroep. En daarbij betrek ik heel het ministerie en dominee Van Goor als oud-predikant verbonden geweest hier aan de gemeente. De werkgemeenschap kreeg al de uitnodiging en ik hoop daarbij aanwezig te zijn, zodat de Rijssen ook daar hun plaats mag innemen. Want ik denk dat het heel belangrijk is om ook in de gemeente breed, ook breder dan de Rijssen, te mogen dienen en te mogen arbeiden in Gods Koninkrijk. Ik heb ook verbondenheid ervaren vanuit brieven die ontvangen werden van andere kerkgenootschappen. En ik wil toch op het Pinksterfeest benadrukken. We zijn geroepen om één te zijn in Christus. En ik kan er niet aan wennen de verdeeldheid die er is. En laten we zoeken naar mogelijkheden om samen de Here te dienen. Want daartoe zijn wij geroepen in de weg van gehoorzaamheid aan Gods woord, om zo samen gemeente van Christus te zijn. Ik ontving ook een brief van de burgemeester Hofland. En hij wees ook op dat het een moeilijke tijd is voor de persoonlijke ontmoetingen. Dat ervaren we ook. Hij sprak de wens uit dat de tijden snel zullen veranderen, zodat ook meer op persoonlijk vlak de contacten kunnen plaatsvinden. We zullen ook aan de burgerlijke overheid denken, ook als christelijke gemeente, in het bijzonder ook de gebeden. Besef ook wel bij de overkomst, en dat begrijpen denk ik allemaal wel, de tijden van corona, dat het best wel last zal zijn om u als gemeente te leren kennen. Een deel hier aanwezig nu in de Schildkerk, anderen achter het scherm meekijkend, meeluisterend. En als ik door Rijssen mij beweeg, dan denk ik van, ik word soms heel hartelijk gegroet. Zijn er dan gemeenteleden of niet? Dat zal allemaal tijd nodig hebben om dat een beetje te gaan ontdekken. Daar zult u ongetwijfeld ook begrip voor hebben. We zijn wel aan het nadenken over hoe kan nu een situatie ontstaan waar we toch contacten kunnen krijgen, ontmoetingen. Nou, daar hebben we al bepaalde gedachten over. En te zijner tijd, als hopelijk de richtlijnen nog verder versoepeld zijn, zult u daar meer over horen hoe dat kan plaatsvinden. Misschien meer activiteiten ook in de open lucht. Of het morgen door kan gaan met de Pinksterwandeling, dat zult u morgen horen, want de omstandigheden zijn wat minder gunstig. Maar dergelijke activiteiten kunnen wel heel goed zijn voor de gemeente elkaar te leren kennen. Dank ook voor de vele betrokkenheid die we ontvangen hebben, ook al gedurende de overweging van het beroep. En ook toen we hier kwamen, het is overweldigend. De kaarten, reacties, de mailtjes, dat doet ons heel goed. Dank aan het college van kerkrentmeesters en al het werk dat verricht is voor de overkomst naar Rijssen. Veel is gedaan voor een goede verblijf in onze woning. Veel vrijwilligerswerk. Ook daar willen we op een latere tijd op passende wijze op terugkomen. Hopelijk ook wat dat betreft dat er weer meer mogelijk is voor ontmoeting, zodat ook de vrijwilligers een stukje waardering kunnen en mogen ontvangen. Er werd er al op gewezen, de vertegenwoordigers van hervormd huizen. Vanmorgen zag ik ook al vertegenwoordigers. En de verbondenheid is er en weet dat we in het gebed de gemeente zullen blijven opdragen, ook zij die meekijken, meeluisteren. En we bidden dat er weer spoedig een herder, een leraar verbonden mag worden aan de gemeente van Huizen. Dank aan kosters, aan de zangers, de organisten. En ja, als je helemaal gaat noemen, dan vergeet je ook een heleboel. Dank, we zijn gemeente van
Christus en ieder geroepen om met zijn gaven dienstbaar te zijn. Dus als ik de dank uitspreek, dan is tot allen die ook achter de scherm op welke wijze dan ook dienstbaar zijn voor het geheel van de gemeente. Het wacht alles op de zegen van de Heere God. En toen we net hier waren gekomen in Rijssen, dat was in de tijd na Koningsdag en op weg naar Bevrijdingsdag, toen was er zingen in de ark. En we zaten mee te luisteren en te genieten van de prachtige zang die klonk. En daar was ook het Overijssels volkslied. Ik weet niet of het allemaal kent, maar er was wel een vers wat me trof. Gij bidt God dat hij op zaaien rijpen doet gestrooide zaad. Dat gedankbaar graan moog maaien als het uur van het oogsten slaat. We mogen zaaien en we zijn geroepen om te getuigen. Maar we doen dat ook ziende op de grote dag die uitstaat. De dag van de oogst. En dat geeft ook ontspanning bij de arbeid in Gods koninkrijk. Want de Heer zal zelf ook zorg dragen voor de oogst. We hebben al genoten van de prachtige omgeving. Voor ons was helemaal een onbekend terrein. Maar we hebben onze eerste uitjes gehad en ontdekt ook de schoonheid van de natuur. En we hebben ook al gevist. Bij de pelmolen heb ik de hengel uitgeworpen voor de Pinksterviering met de jongeren. U kunt al terugkijken op internet en hebben ook kennis gemaakt en gevangen ook al. En bij de Zeeuwse wateren kon je soms de hele middag vissen en dan had je geen beet. Maar hier, de vis is er. En laten we hopen ook als visser van mensen dat er ook die vangst mag zijn. En dat we het evangelie net mogen uitwerpen. En we hopen meer tijd voor de hobby te hebben met dat prachtige cadeau wat aangereikt is. Ik wil mijn schoonvader dank zeggen voor de bevestiging van morgen. Een zegen dat het zo mogelijk was, de woorden die we hebben ontvangen, geroepen om te getuigen. En inderdaad, opnieuw mocht u daaraan uw medewerking ook verlenen, die diensten leiden. En dankbaar dat dat nog steeds mogelijk is. Ook bij het ouder worden om nog steeds dienstbaar te zijn in Gods koninkrijk. Om te blijven te getuigen van Gods liefde. Bij de uitstapjes die ik heb gemaakt ben ik ook geweest bij de Sallandse Heuvelrug. En dat ligt 210 kilometer van Sint-Anneland. En in Zeeuws is dat Stalland. De Sallandse Heuvelrug en Stalland waar mijn moeder achter het scherm nu aan het kijken is. Vanmorgen gelukt. Dus ik hoop dat het ook vanmiddag lukt met de techniek op uw hoge leeftijd. We weten ons op afstand verbonden, dankbaar voor alles wat we ontvangen hebben bij de opvoeding. Daar is het zaad al gezaaid. En ik weet een biddende moeder die betrokken is bij de arbeid in Gods koninkrijk. En zo is ook de wens dat we dienstbaar mogen zijn. En daartoe zijn we allen geroepen. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst te besteden. Dat gaan we ook nu ook zingen en daarna zal de dienst aanvangen. En dat is toch het allerbelangrijkste. Toespraken horen erbij, maar gelukkig mag ik naar de preekstoel om daar het net van het evangeliewoord uit te werpen.
Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot een eeuwigheid en die nooit loslaat het werk wat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader door Christus Jezus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Weerhoud uw dienaar ook van hoogmoed, laat die over mij niet heersen, dan zal ik oprecht zijn en vrij van grote overtreding. Laat de woorden van mijn mond en de overdenking van mijn hart welgevallig zijn voor uw aangezicht. Heere, mijn rots en mijn verlosser. Gemeente, met dit gebed eindigt Psalm 19 en met dit gebed wil ik de dienst aanvangen in uw midden. En de berijming zal gezongen worden door de voorzangers. En u kunt van harte instemmen, hoop ik, met de woorden van Psalm 19 uit de berijming en daarvan het 7e vers. Vanmorgen in de bevestigingsdienst werd enkele keren gewezen op het beleiden van de kerk, de Dordtse leerregels, waar staat dat de Heere God mensen in zijn dienst gebruikt. En ik wil ook vanmiddag als geloofsbelijdenis een passage doorgeven vanuit dat beleiden van de kerk, de Dordtse leerregels. Wordt denk ik weinig uitgelezen. Maar het zijn hele rijke woorden en de eerste vier artikelen. En daarna gaan wij zingen uit weerklank. De Heere God zij ons genadig en tonen ons zijn aangezicht. Zijn zegen schenken hij weldadig. Uit weerklank, Psalm 67, nadat we ons geloof hebben beleden. En we beleiden en stemmen in, aangezien alle mensen in Adam gezondigd hebben en de vloek en eeuwige dood verdiend hebben, zo zou God niemand onrecht hebben gedaan als hij het gehele mensengeslacht in de zonde en vervloeking had willen laten en vanwege de zonde had willen veroordelen. Volgens deze uitspraak van de apostel,
De gehele wereld is voor God strafwaardig, want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. En het loon van de zonde is de dood. Maar hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard. Dat God zijn enige geboren zoon in de wereld gezonden heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. En opdat de mensen tot geloof worden gebracht, zendt God in zijn goede tierenheid verkondigers van deze zeer blijde boodschap tot wie hij wil en wanneer hij wil. En door hun dienst worden mensen geroepen tot bekering en het geloof in Christus de gekruisde. Want hoe zullen zij in hem geloven van wie ze niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder iemand die predikt? En hoe zullen ze prediken als ze niet gezonden worden? Die dit evangelie niet geloven, op die blijft de toren van God. Maar die het aannemen en de zaligmaker Jezus met een waarachtig en levend geloof omhelzen, die worden door hem van de toren van God en van het verderf verlost. En ze ontvangen door hem het eeuwige leven. Amen. Gemeente, laten we samen bidden. Groot is uw trouw, Heere God, dat we deze dag het Pinksterfeest mogen vieren. Uw geest is uitgestort. We hebben het woord van u ontvangen. En we mogen in onze eigen taal horen wie u bent. U zoekt ons op. Steeds weer opnieuw. En u laat het heil verkondigen dat er redding is. Want we hebben beleden dat de mens buiten het paradijs verkeert. Maar het wonder van genade, dat uw Zoon Jezus Christus is afgedaald, gekomen in deze wereld. En dat in hem de weg geopend is naar u toe. En zo danken wij u, Heere God, voor die stromen van zegen die neerdalen op ons. En zo hebben wij ook verwachting. Wij verwachten het van u, Heere God,
En dan mogen we veel verwachting hebben, want u houdt getrouw uw woord. En als we zo uit de Bijbel gaan lezen, bidden wij, Heere, om die leiding van uw geest. Dat wij niet alleen woorden horen met onze oren, maar dat de woorden van u echt ingang mogen vinden in het hart. Bij kinderen, bij jongeren, bij ouderen, ja, heel de gemeente. Heere, zegen ons zo. En wilt u alles wegnemen wat een verhindering kan zijn om de woorden met een gelovig hart te ontvangen, wat een verhindering kan zijn om die woorden van u te verkondigen. Wilt u zo naar uw belofte in ons midden zijn, dat wij door woord en geest geleid worden tot de Heer Jezus Christus. En dat het zo echt Pinksterfeest mag zijn, dat we vol zijn van u, vol van uw genade, vol van Christus. Heere, hoort u zo ons gebed. In Jezus' naam. Amen. In de orde van dienst staat het kindermoment. En vandaag kreeg ik al heel wat post. Ik dacht, gaat hier de postbode ook rond op de zondag? Maar dat bleek niet het geval te zijn. Maar het waren al inzendingen van de woordzoeker. Die was al verspreid en verschillende kinderen hebben al de oplossing bij mij binnengebracht. En anderen, die kunnen dat doen, hè? Dus ik gebruik ook in de preek straks woorden die staan in die woordzoeker. En dan denk je, oh, dat woord. En dan op een gegeven moment heb je een oplossing. Dat heeft alles te maken met het Pinksterfeest. Het kindermoment wordt ook gevuld door die kinderen. Want ja, jullie hebben zo mooi gezongen. We willen meer van jullie horen natuurlijk. Dus jullie mogen naar voren komen. We hebben wel nog een afspraakje met jullie. Als jullie gezongen hebben, dan blijf nog even staan. Want dan kom ik nog even bij jullie staan naar beneden. Ja? Dus jullie komen nu eerst zingen en dan kom ik even nog bij jullie.
Zoals ik zei, ik kom even bij jullie. Ik heb wat meegenomen. Wat denk je dat het is? Wat lijkt het op? Een windmolen. Nou, dan is het een beetje hier in Rijs een beetje gevaarlijk om over de windmolens te hebben. Want ik heb het laatst nieuws wat gevolgd en dat geeft al de nodige discussies, de windmolen. En toch heb ik een windmolen meegebracht. Misschien kan jij een beetje door de microfoon, wat staat hierop? God geeft geloof, hoop en liefde. Waarom hebben die windmolen meegebracht? Het is feest van de kerk. En dan heeft Rijs niet alleen de Schildkerk, maar heeft een heleboel andere kerken. Rijs heeft best wel hele grote kerken ook. Beetje mega grote kerken. En nu kun je een kerk hebben. De Schildkerk of de Ark. Of welke kerk ook. Maar hoe komt het nu in beweging? Die kerk is heel mooi, een gebouw en er zitten mensen. Maar er moet natuurlijk wel wat gebeuren door de geest. En dat is nou Pinksterfeest. Dat gaat erover hoe nou God mensen in beweging krijgt. Want hoe kun je nu geloven? Door de geest. En in de Bijbel wordt de geest vergeleken wel met de wind. Kan je blazen? Blaas. Hij doet het niet goed, zeg. Dat is ook wat. Kijk, zo wel. Nog een keer? Juist. En wat is nu het feest van de geest? God wil met zijn geest in ons komen, zodat wij in beweging komen met geloof. Ik kan niet zomaar zeggen, ik grijp het geloof. Nee, dat wordt ook weer gegeven door de Heere God. En de geest die zorgt dat mensen tot geloof komen. Dat begon in Israël en dat gaat zo heel de wereld door. Overal waar dat woord van God klinkt, komen mensen in beweging, ontstaat er geloof. Hoop. Waar mag je op hopen als je gelooft in de Heere God? Weet iemand dat? Als nou gelooft in God, wat zegt dat over de toekomst? Waar mag je dan? Waar eindigt dan ons leven? Oké. Zeg maar. In de hemel. In de hemel. Dus je hebt geloof en als je gelooft mag je hoop hebben dat er meer is dan het aardse leven en dat je voor altijd bij God mag zijn. En het laatste woord is liefde. God liefhebben. Je moet ook anderen liefhebben. En kunnen dat nou zelf? Ja, dan moeten we dat wel doen. Dan vraagt God van ons. Maar daar hebben we de geest voor nodig. En dan de geest, die brengt alles in beweging. Zie je? En wat moeten we nu verlangen? Dat die kerken niet alleen maar heel groot zijn. Groot gebouw met heel veel mensen. Maar dan gebeurt er nog heel weinig. Maar dat het echt de plaats is waar de geest als het ware gaat blazen. Zodat alles in beweging komt en God aan zijn eer komt. Nou, daar gaan we vanmiddag over horen. Jullie mogen weer de plaats nemen. Jullie hebben prachtig gezongen. En dat mogen jullie vast nog vaker gaan doen. En op de werkplaats van de Heilige Geest mag elke keer ook het woord van God klinken. Zoals bij de bevestigingsdienst heel duidelijk, hè? Hoe werkt de Heilige Geest? Juist door het woord. Waar het woord klinkt, is ook de Heilige Geest. En zo mogen we luisteren naar de woorden vanmiddag vanuit het boek van de psalmen, psalm 40. Niet zonder reden deze psalm, de weg werd door de geest, ook door middel van de woorden van psalm 40 geleid naar Rijzen. Vertrouwen op Gods genade staat erboven. Een psalm van David voor de koorleider. Lang heb ik de Heer verwacht. En hij boog zich naar mij toe en hoorde mijn hulpgeroep. Hij beurde mij op uit een kuil vol kolkend water uit modderig slijk. Hij zette mijn voeten op een rots en maakte mijn schreden vast. Hij legde mij een nieuw lied in de mond. Een lofzang voor onze God. Velen zullen het zien en vrezen en op de Heere vertrouwen. Welzalig de man die op de Heere zijn vertrouwen stelt. En zich niet wendt tot wie hoogmoedig zijn of afdwalen naar leugen.
Heere, mijn God, veel zijn uw wonderen die u hebt gedaan en uw gedachten die u over ons hebt. Men kan ze voor u niet uiteenzetten. Zou ik ze verkondigen en uitspreken, dan zijn ze zo machtig veel dat ik ze niet kan tellen. U hebt geen vreugde gevonden in slachtoffer en graanoffer. U hebt mijn oren doorboord. Brandoffer en zondoffer hebt u niet geëist. Toen zei ik, zie, ik kom. In de boekrol is over mij geschreven. Ik vind er vreugde in, mijn God, om uw welbehagen te doen. Uw wet draag ik diep in mijn binnenste. Ik breng de blijde boodschap van de gerechtigheid in de grote gemeente. Zie, mijn lippen belet ik niet, u Heere weet het. Uw gerechtigheid verberg ik niet diep in mijn hart. Uw waarheid en uw heil verkondig ik. Uw goede tierenheid en uw trouw verzwijg ik niet in de grote gemeente. Heere, u zult mij uw barmhartigheid niet onthouden. Laat uw goede tierenheid en uw trouw mij voortdurend beschermen. Want rampen, niet te tellen, hebben mij omvangen. Mijn ongerechtigheden hebben mij getroffen en ik heb ze niet kunnen overzien. Ze zijn machtiger veel meer dan de haren van mijn hoofd. En mijn hart heeft mij verlaten. Laat het u behagen, Heere, mij te redden. Heere, kom mij spoedig te hulp. Laten samen beschaamd en rood van schaamte worden die me naar het leven staan om dat te vernielen. Laat terugwijken en te schande worden wie vreugde vinden in mijn onheil. Laat als loon voor hun smaad verwoest worden wie tegen me zeggen, haha. Laat in u vrolijk en verblijd zijn allen die u zoeken. Laten wie uw heil lief hebben voortdurend zeggen, de Heere is groot. Ik ben wel ellendig en arm, maar de Heere denkt aan mij. U bent mijn helper en mijn bevrijder, mijn God. Wacht niet langer. Thema voor de verkondiging is niet zwijgen over Gods goedheid. Niet zwijgen over Gods goedheid. En daar in het bijzonder ook de woorden van vers 10 en 11. Ik breng de blijde boodschap van de gerechtigheid in de grote gemeente. Zie, mijn lippen belet ik niet, u Heere weet het. Uw gerechtigheid verberg ik niet diep in mijn hart. Uw waarheid en uw heil verkondig ik. Uw goede tierenheid en uw trouw verzwijg ik niet in de grote gemeente. De inleiding op de verkondiging gaan we zingen uit de berijming van deze psalm. En daarvan het vierde en vijfde vers, psalm 40, vers 4 en 5.
Gemeente, zit jij wel eens in de put? Dat je het even helemaal niet ziet zitten? Je hart misschien wel vol verdriet, je voelt je eenzaam, verlaten, je weet niet meer hoe het verder moet, je zit in de put. In de put zitten. Dat is een spreekwoord in onze taalgemeente, dat is eigenlijk ontleend aan een spel. Ik weet niet of de kinderen dat spel nog kennen. Dan moet je thuis maar eens vragen. Kijk, tegenwoordig zitten we vaak met zo'n schermpje te gamen. Maar het is eigenlijk veel gezelliger als het regent met de Pinksterdagen. Dat je zegt van aan tafel, het spel, zo'n bordspel. En ik had vroeger thuis, en misschien zijn er wel die het ook thuis hebben hoor, ganzenbord. Ja, je hebt het? Zie je knikken. Ganzenbord. En met ganzenbord, dan werp je met 2 dobbelstenen. En dan mag je vooruit. Hè. Dan heb je 63 vakken. En dan moet je komen op de bestemming. Alleen als je heel veel pech hebt, dan gooi je verkeerd aantal worpen. En dan kom je in de put. En nu zijn er verschillende spelregels bij dat spel. Maar de oudste spelregel is, als je in de put zit, dan moet je daarin blijven. Totdat een ander komt, die de positie inneemt van je, de plaats inneemt. En dan mag jij uit die put en mag je gaan naar de bestemming. Daar moet een ander de plaats innemen om uit de put te komen. Dat moet je even onthouden vanmiddag. Daar kom ik op terug. Een ander moet je plaats innemen om zelf uit de put te komen. We gaan elkaar niet in de put praten, want we gaan verkondigen de grote daden van God, want het is Pinksterfeest. En Pinksterfeest is juist dat ieder in zijn eigen taal mag horen de grote daden van God. Daden van verlossing, daden van bevrijding. En op deze eerste Pinksterdag stemmen we dan af op een heel oud lied. Uit het boek van de Psalmen, Psalm 40. En als je een psalm leest, dan kijk je die dichter in zijn hart. De schrijver is David. En hij weet ook van in de put zitten. Dat blijkt aan het begin van Psalm 40. Het is een herinnering. De geest brengt het weer terug bij David. Die tijd dat hij het zo moeilijk, zo zwaar had, toen hij als het ware in zo'n put verkeerde. Ik moet eens even meelezen in je Bijbel of in de orde van dienst over die put in vers 3. Hij beurde mij op uit een kuil vol kolkend water, uit modderig slijk. Hij zette mijn voeten op een rots en maakte mijn schreden vast. Hoor je? Er wordt gesproken over een moeilijke situatie, modder, slijk, put. Maar ook over, hij werd verlost. Hij werd op een steen, een rotssteen geplaatst. Nou, de Heere God, die wil ons vaste grond onder de voeten geven. Die wil ons bevrijden, die wil ons redden. En weet u wat zo mooi is van Psalm 40? Je kijkt niet alleen David in zijn hart, als hij deze woorden opschrijft. Maar we kijken op deze eerste Pinksterdag de Heere Jezus in zijn hart. Want we noemen dit ook wel een Messiaanse psalm. De psalm is vol van Jezus. Vol van de Heere Jezus Christus. Toen op het Pinksterfeest Petrus vol was van de Heilige Geest, ging hij preken, hè? Kun je Handelingen 2 lezen, die preek, dat moet hij thuis allemaal doen vanavond. En dan haalt hij ook verschillende psalmwoorden aan. Ook in die eerste preek, toen de uitstorting van de Heilige Geest was, werd er teruggegrepen op het Oude Testament. En dan bijvoorbeeld Psalm 16 en Psalm 110. En zo, vanmiddag zijn wij hier samen, hier in de kerk, meeluisterend, verbonden. En op deze eerste Pinksterdag grijpen we terug naar zo'n woord uit het Oude Testament. En we gaan zien, dat is nu helemaal vervuld in de Heer Jezus Christus.
Hebreeën 10 trouwens wordt het heel duidelijk, want dan worden de woorden van Psalm 40 ook geciteerd, die worden daar genoemd, van die woorden zijn in Jezus Christus vervuld. We zongen, brandoffers, nog offers voor de schuld voldeden aan uw eis, nog eer, toen zei ik, zie ik kom. Het gaat vanmiddag niet zozeer om onze komst naar reizen, maar gaat over de komst van de grote dienaar, de Heer Jezus Christus, die afdaalde vanuit de hemel en die zo bereid was en zei, zie ik kom om uw wil te doen. En hij daalde af vanuit de hemel en hij kwam eigenlijk naar de put toe. De put van ons mensen, buiten het paradijs. Wij zitten als het ware allen in zo'n put. Zoals bij een doopdienst klinkt hij, in zonde ontvangen en geboren. Wij kunnen het koninkrijk van God zelfs niet ingaan, tenzij wederom geboren worden, waar de geest in harten komt van mensen. En zo zitten wij in die put, de modder, slijk, alles wat aan ons kleeft, wat te maken heeft met de zonde, met dat we niet leven tot eer van God. En nu is Jezus Christus gekomen, helemaal afgedaald naar die put, om ons uit de put te halen. Opdat wij op bestemming kunnen komen. Brandoffers door offers voor de schuld voldeden aan Gods eis nog eer. Dat is eigenlijk wel bijzonder, zou je zeggen, want die offerdienst was toch ingesteld door de Heere God? Dat was toch door de Heere zelf in het Oude Testament zo aan het volk opgedragen om het zo te doen? Tabernakel, later de tempel en die offerdienst. Maar het wordt wel heel duidelijk, en dat moet u vasthouden. Als het gaat over God dienen, dan gaat het niet over allerlei regeltjes je houden. Dan gaat het niet over religie, maar het gaat om de levende relatie met de Heere God. En die levende relatie met de Heere God, mag u dat nu hebben? En jij als je jong bent, dat je zegt, ja, ik heb Jezus lief, ik wil de Heer Jezus volgen. Misschien zegt iemand wel, ja, maar hoe kom ik nu daaraan, aan zo'n levende relatie? Dat het niet zo'n windmolen is die als het ware alleen maar groot is, maar niets beweegt. Maar dat het echt door de Heilige Geest ook komt tot geloof, tot hoop, tot liefde. Nou, Pinksterfeest. Het is de Geest die Heere is. En levend maakt. Door de Heilige Geest. En zo is die Geest die mensen raakt. Die mensenharten vernieuwt. En door de Geest mogen we ook getuigen. Zoals dat vanmorgen hebben gehoord. En zo begint die tekst. Ik breng de blijde boodschap. David schrijft zijn lied, maar we zeiden, we kijken ook Jezus als het ware in zijn hart. Ik breng de blijde boodschap, juist in dat komen van de Heer Jezus Christus. Toen hij kwam en begon, keert u, want het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. Zoek nu eerst dat koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. De blijde boodschap, dat is, kinderen, het evangelie. Evangelie betekent blijde boodschap, goed nieuws. We brengen goed nieuws, omdat God afgedaald is naar ons en ons wil redden uit die put en ons wil plaatsen op de rotssteen. En die rotssteen is dan Jezus Christus. Dan hebben we die vaste grond onder de voeten. Ik breng de blijde boodschap. Dat lees ik ook in het Nieuwe Testament. We hebben nu Pinksterfeest, maar ga maar even mee, kinderen, in gedachten met kerst.
die nacht. Zie, ik verkondig uw grote blijdschap die alle volken wezen zal. Namelijk dat heden voor u in die stad van David geboren is, de zaligmaker, de redder, de Heer Jezus Christus. Goed nieuws, blijde boodschap. We hebben Pasen achter ons. Wat zoekt u de levende bij de doden? Hij is hier niet, hij is opgestaan. Goed nieuws, blijde boodschap. En er waren elke keer engelen die brachten de blijde boodschap. En Pinksterfeest, lees ik niet over engelen, maar met Pinksteren worden mensen vervuld met de geest. Die vissers, dat waren ze ook. Die vissers in dat meer van Galilea. Ze waren geroepen, volg mij. En ze waren gegaan in het spoor van de Heer Jezus. En ze hadden ook in de put gezeten trouwens. Want ja, hun Heer, hun heiland, gekruisigd, gestorven. Met Pasen zitten ze nog achter gesloten deuren. Angstig, bang. Maar met Pinksteren staan ze op het plein. Ze gaan spreken. Ik breng de blijde boodschap. Ja, want zo mogen allen in de dienst van de Heer Jezus Christus getuigen zijn. Dat geldt niet alleen voor een dienaar van het woord. Maar dat is waar ieder toe geroepen is om te getuigen. De goede boodschap te brengen. Ik breng de blijde boodschap van de gerechtigheid. Een lastig woord, gerechtigheid. Zit het woordje recht in, het moet recht komen. En nu is het bij ons zo krom geworden doordat wij buiten het paradijs verkeren. We zitten in die put en ik kan zelf niet uit die put komen. Wat ik ook zelf zou willen proberen, ik kom niet uit die put. Ik kom uit Zeeland. En daar ging ik inderdaad nogal eens veel vissen. En dan gingen we ook pieren steken op de slikken. En had ik laarzen aan. En dan was ik er pieren aan steken. En dan zakte je soms veel diep, heel diep in die slik. En hoe meer je ging bewegen, je werd steeds dieper gezogen in die slik. Nou, zo is het ook met ons. We kunnen alle dingen proberen om zelf in het reine te komen met God. Dat je zegt, ja, het is krom in mijn leven, er is zonde. En dan ga ik proberen op te poetsen, dan ga ik proberen het rein te krijgen. Maar het lukt je niet. Gerechtigheid, dat wordt geschonken. Door die God die zijn zoon liet afdalen. En die zijn zoon aan het kruis houdt, liet nagelen. Ik voor u. Ja, we mogen avondmaal vieren binnenkort, hè? Geweldig. Ik voor u, daar u anders de eeuwige dood zou moeten sterven. Hoe kan ik recht voor God bestaan in een goede verhouding? Dankzij Christus. En wat goede nieuws, die blijde boodschap laten we horen van gerechtigheid in de grote gemeente. Allen die de Heere trekt, die de Heere roept. Zoals op de Pinksterdag. Op het tempelplein. Zoveel mensen waren gekomen voor dat Pinksterfeest. En daar werd het verkondigd voor grote gemeenten. De grote daden van God. En daarom niet zwijgen. Niet zwijgen. Maar spreken. Spreken van Gods goedheid. Van die God die naar mensen omziet. Mijn lippen belet ik niet. U, Heere, weet het. Die God die alle dingen kent, die alle dingen weet. Ik wil ervan getuigen. Waar het hart vol van is, dan loop je mond van over, toch? Als je vol bent van die schenkende God, van zijn liefde, van zijn genade, dan heb je goed nieuws. Iedereen moet het horen. Dat moeten we niet houden binnen een kerkmuur alleen. Ik denk in reizen hebben we heel veel nog mensen die binding hebben met kerk en geloof. Maar heb oog voor hen die deze God niet kennen.
En laten we als gemeente ons ook geroepen weten om te getuigen. Om die boodschap te brengen in woord, maar ook in wat we doen. Dat we de liefde van Christus laten zien. Uw gerechtigheid verberg ik niet. Diep in mijn hart. Het is niet dat je zegt, nou dan heb ik die schat. Nou ben ik schatrijk, want ik mag weten wie de Heere is. Ik mag weten van die God die naar me omziet. En dat hou ik helemaal enkel voor mezelf. Nee, de dichter van Psalm 40 zegt niet zwijgen. Maar getuigen, ervan spreken. Uw waarheid en uw heil verkondig ik. Uw goede tierenheid en uw trouw verzwijg ik niet. Iedereen moet het horen. Goede tierenheid, trouw, dat hoort bij Yahweh, de God van het verbond. En weet je wat ik zo mooi vind in Psalm 40? Daar klinkt op een gegeven moment die prachtige roep om de Heere groot te maken. Hè? De Heere is groot, vers 17. Dan wordt het uitgeroepen. De Heere is groot. Het gaat niet om de mens. Kijk, een dienaar is een instrumentje in de handen van de Heere God. Maar het gaat om de Heere. Hij is groot. En als iets een intens verlangen heeft, is dat die roep mag klinken vanuit het hart. De Heer is groot. Dat ook hier een reis mag zijn. Dat wij kleine woorden buigen voor hem. Hem te voet vallen. En dat we zeggen, ja, de Heer is groot. Want hij laat me niet in die put. Heb ik wel verdiend. Maar nou, die liefde van God, dat die afdaalt. Al zo lief heeft God de wereld gehad. En daarom, heel de wereld moet het horen, die blijde boodschap. En door de geest is het gegaan vanuit Jeruzalem, Judea, Samaria, tot aan het uiterste van de aarde, de grote gemeente. Het gaat goed met de kerk van Christus. Groeit iedere dag. Want het is Gods werk. De Heer gaat door. Tot die grote dag. Van de oogst. Of met het beeld van vissen. De grote dag dat het net boven wordt gehaald. Dat is ook de dag trouwens van de scheiding. Zij die geloven. Die het heil in de Heer hebben gevonden. Alles wordt nieuw, een nieuwe hemel, een nieuwe aarde. Maar tegelijkertijd, als we hier onze oren dicht doen. En wat staat nu in Psalm 40? Er staan woorden die vragen wel enige uitleg. En dat wil ik toch in deze preek ook nog kort noemen. Omdat het misschien wel woorden zijn waar anders van denkt. Wat wordt er nu precies mee bedoeld? Er staat, u hebt mijn oren doorboord. Vers 7. U hebt mijn oren doorboord. Je mag ook vertalen, u hebt mijn oren doorgraven. Weet je, met onze oren horen we de grote daden van God. Het wordt ons aangezegd, het wordt ons verkondigd. Alleen dan kan het zo zijn dat onze oren zo verstopt zijn. Dat eigenlijk door alles wat de wereld laat horen. Al die stemmen, al die lokroepen van de wereld. Alles wat via AirPods naar binnen kan komen. Dat kan als aangekoekte oorsmeer op een gegeven moment zorgen dat je oren helemaal verstopt zijn. Dat de stem van God die spreekt, overstemd wordt door al die andere geluiden. U hebt mijn oren doorboord. De Heere wil komen in het binnenste, doorgraven. Hij wil dat het woord ingang vindt in oor, maar Pinksterfeest is ook ingang vindt in het hart. Waar de Heere harten opent, waardoor de Heilige Geest die woorden weerklank vinden in het hart. Dat je daar je hou vast
in mag vinden. Amen mag zeggen op het woord. U hebt mijn oren doorboord. Er is trouwens nog een uitleg. Exodus 21, kunt u het nalezen. Je had mensen die waren slaven en die waren dan in dienst. En in Exodus 21 staat dat ze dan 6 jaar geroepen waren om te dienen. En het 7e jaar mocht zo'n slaaf in vrijheid. Maar er waren ook slaven die wilden nog langer blijven dienen. En die zeiden van, ik wil heel mijn leven in dienst blijven. Dan werd hun oor doorboord, ging men naar een deurpost en werd hun priem doorstoken als een teken, heel zijn leven gewijd aan. Zo zijn wij geroepen om heel ons leven te wijden aan de Heer, om Hem te dienen. Waar gaat je hart naar uit? Gaat het uit naar de wereld? Gisteren Eurozongfestival. Ruim 5 miljoen mensen keken en het eerste lied was de duivel. En dat dat de toewijding was aan de duivel. Aangrijpend, hè? Een lied waar gezongen werd, ik geef mijn leven aan de duivel. Of is het nou door de geest, en dan kom ik met de woorden van Psalm 40. De geest legt een nieuw lied in mijn mond. Hij die me haalde uit de put. Hij die mij verhoogde op de rotssteen. En dat ik zo die vaste grond gevonden heb in Christus. Jezus Christus, Hij die voor ons gekomen is, opdat wij niet in die put blijven, maar als een konisch kind mogen voortrekken onder zijn zegen. Dan is ons hart bereid om hem te dienen. Dan dragen we de wet, de woorden van God in ons binnenste. Dan is heel ons leven één verlangen. Heer, ik wil u volgen. Ik wil u dienen. Maak de Heere met mij groot. En laten we zo niet zwijgen, maar spreken van Gods goedheid. Op school, de werkvloer, in de kerk, in de buurt. De opdracht die we dit Pinksterfeest ontvangen. Niet zwijgen, maar spreken van Gods goedheid. Amen. Wij gaan zingen Psalm 119. Het zal door de voorzangers gezongen worden en thuis het grote voorrecht om mee te zingen. Vers 7 en vers 86. Psalm 119, vers 7 en 86.
De collect staat in de orde van dienst, een wezenlijk onderdeel van de eredienst. In deze coronatijd gaat natuurlijk wel wat anders, maken wij ze wel nadrukkelijk ook op. En met name ook de GZB-collecte op deze Pinksterdag, Pinksterfeest, zodat het woord wereldwijd mag klinken. Laten wij danken en bidden. Heer, geef dat het bij ons mag overvloeien. Alles mag zijn tot uw eer. En wat hebben we daarvoor nodig? Uw Heilige Geest. Want anders gaat het zo mis. Dan zijn er zoveel verkeerde tonen, zoveel verkeerde gedachten. Dan gaat het vaak om onze eigen eer, onze eigen trots. Maar Heere, leer ons te buigen. We danken voor het goede nieuws, die blijde boodschap van uw liefde. Van het afdalen van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Hoe Hij gekomen is, zie je, kom, om uw wil te doen. Het offer gebracht door Hem. En zo plaatst u mensen op de rotssteen. Geeft u vaste grond onder de voeten. En dan bidden we, Heere, dat we ook vanuit dit Pinksterfeest met de zegen van u mogen voorttrekken, ook de nieuwe week in. Dat de woorden van onze mond, de overleggingen van ons hart, maar ook alle handelingen die we verrichten, mogen zijn tot eer van u. We loven, we prijzen uw naam. Voor dit Pinksterfeest, dat we dit samen mochten vieren. Dat ook een deel van de gemeente fysiek aanwezig kan en mag zijn. Maar we weten ons ook verbonden met gemeenteleden, met anderen die graag anders ook hier hun plaats hadden ingenomen. Maar gelukkig via de moderne techniek ook wel verbonden konden zijn. Heren, u weet uw woord wel thuis te brengen. Wij bidden, Heren, voor allen die geroepen zijn in uw dienst. Het werk ook van zending, van evangelisatie. In het bijzonder bidden wij voor evangelist Jan Waanders, zijn arbeid in Groningen, voor de familie Bak in Thailand dienstbaar, en de familie Lindhout in Nicaragua, waar we ook in het bijzonder ook deze dag onze gaven mochten afzonderen. En zo weet u allen die geroepen zijn wereldwijd in uw dienst om die blijde boodschap te verkondigen. Heren, open harten voor uw woord. En wilt u zo ook zijn hier in Rijssen. Met de hervormde gemeente, met de broeders en zusters in het geloof, ook over de kerkmuren heen, geef, Heren, dat we verbonden weten met elkaar in Christus. En dat we zo elkaar vasthouden, elkaar ook nodig hebben. Opdat alles mag zijn tot eer van uw naam. Wij bidden ook voor hen in Rijssen die u niet kennen. Heren, gebruik ons. Ieder op zijn of haar wijze in uw dienst. Om dienstbaar te zijn. Geef een geopende deur voor uw woord. En wilt zo krachtig werken in het midden van de gemeente. Wij bidden ook, Heren, voor de jongeren. In het bijzonder denken we daarbij ook aan hen die examentijd hebben. Een raar jaar met de coronamaatregelen. Ook veel digitaal onderwijs ontvangen. En Heren, nu bidden wij, wilt u rust geven deze examentijd. En dat de studie ook bekroond mag worden met het behalen van een diploma. Dat ook in biddende afhankelijkheid elke dag weer gevraagd wordt om uw nabijheid, om uw hulp. En Heren, dan wilt u alles geven wat nodig is. Wij bidden, Heren, dat we zo in Christus verbonden zijn met elkaar en zo gemeente van u mogen zijn. Elkaar mogen vasthouden
Geef dat we trouw zijn. Trouw in het volgen van u. Trouw waar de woorden van u verkondigd worden. En wilt u onze oren openen. Heere, open mijn oren. Leer mij uw stem te verstaan. Opdat wij volgelingen zijn van u. Wij bidden ook voor onze broeders en zusters in huizen. Wij bidden, Heere, of u ook die eerste stappen die genomen worden voor een beroep uitbrengen, of u daarover uw zegen wil geven. En wilt u op uw tijd de gemeente ook daar verblijden met een herder en leraar, om daar ook weer de blijde boodschap te laten verkondigen. We bidden ook voor de overheid. Denk aan het college van burgemeester en wethouders, aan de raadsleden van de gemeente Rijssen-Holten. Wij bidden voor de scholen, ook voor het christelijk onderwijs dat mag plaatsvinden. Geef dat er ook goede contacten mogen zijn tussen kerk en de scholen. Dat alles zo mag zijn tot eer van uw grote naam. Heere, zo bidden wij of u het verkeerde genadig wil vergeven en of u het goede wil bekronen met uw zegen. En dat wij naar huis gaan met het loflied wat klinkt in Psalm 40. De Heere is groot. Geef, Heer, dat we zo u de lof en de dank brengen die u toekomt, dat vragen wij. De vergeving van onze zonden, om Jezus wil alleen. Amen. De ere zij aan God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Weerklank 427, op die toonhoogte mogen wij God loven en danken. En jullie die thuis verbonden waren met deze dienst en u allen hier aanwezig in de Schildkerk, ontvang nu de zegen van onze goede God. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.